meneer De Winter. Je hebt ook N-VA met Bart de Zwever. De Wever, sorry. En dan heb je ook een CD&V-groep met Nahima en Angeli. Die wil ik de beste kapaar stemmen. Nee, niet zeggen, hè? Nee, nee. Oh, ik denk dat ik nog iets over Nahima en Angeli heb. Die een klein momentje. Zo, dit is Nahima en Angeli. Kunnen jullie allemaal goed zien? Ja. Wel, hier van onder staat ook, als je goed kijkt, CD&V. Nahima en Angeli in de CD&V. Ik vind dat de beste. Ik ga haar stemmen, hè. Dus, duimen als ze wint. Zo. Gert, verhuld, gaat jullie nog iets meer vertellen over de CD&V? Zo. Dag. Maar, Octave nu niet. Wat zijn jullie hier aan het doen, maar? Ik ben uitleg aan het geven aan die mensen daar over de politiek. Ah, mijn naam is Malaysia in de CD&V en N-VA en Bart de Zwever, de Wever enzovoort. Ja, ja, zoiets, ja. Maar op tafel jullie, dag. Ah, maar ik heb Naima gezien in het kopje zetten. Oh. Dus Gert komt jullie nog iets meer vertellen. Gert is er zometeen. Stem maar voor CD&V. Stem maar voor CD&V. Met Naima Langerie. Naima Langerie. Stem maar op haar. Hallo, ik ben Gert Verhulst. Niet Gert van Doel. Gert Verhulst. En als je gaat stemmen, moet je 18 jaar zijn of meer. Dus niet dat kleine meisje daar. Dat daar zit. Hallo? Ja? Ja. Jij kan dus al niet stemmen, want jij bent een beetje te klein. Als je 18 bent, mag jij wel stemmen. Maar eigenlijk weet ik niet zoveel over de politiek. Dus meneer de burgemeester! Gaat jullie daar nog iets meer over vertellen? Dus je hebt de politiek met verschillende groepen. Dat is mevrouw de Molenaar verteld, zeker. Ja. Ja, met verschillende groepen. En als je stemt, moet je dus 18 of meer jaar zijn. Ik herhaal, 18 of meer jaar zijn. Ik ook. En als iemand, dat je nou luistert, die vindt de beste. Als die heel zijn burgemeesters. Of als Bart de Zwever, heel veel stemmen had, wordt die burgemeester. Mm-hmm. Of iemand anders. Mm-hmm. Maar ik vind dat heel langzaam de weg. En dan kan ze beslissen dat park daar waar dit weer fietsen aan het spelen zijn. Ja. Daar wordt misschien een groter park. Maar je ziet dat de kindjes al heel vrolijk aan het spelen zijn. Daar heb ik voor gezorgd. Oh. Maar naar iemand luisteren of iemand anders kan het nog veel beter maken. Dus stem zeker op naar iemand luisteren. Nu gaat de familie van naar iemand luisteren direct over vertellen. Doei! CD&V! Hallo! Ik ben de dochter van naar iemand luisteren. Ik ben nog Franse. Ja, Naima Langerie is de beste. Ja, stem zeker weten op Naima Langerie. Het is echt de allerbeste. Stem op haar. Het is zo goed. Mijn papa gaat er nog mee iets over vertellen. CD&V, stem maar op CD&V. Met Nahima Langerie, ja, stem maar op haar. Hallo allemaal, ik ben Guy Fransen, de
man van Rahima Langeri en de papa van Tatiana Fransen en van Noor Fransen. Eventjes krabben. Dat is beter. Dus, ik hoop echt dat Rahima Langeri gaat winnen. Dus jij daar, jij moet zeker op haar stemmen. Ik ook. Want ze is de alles. Ja, jij daar, jij. Is dat afgesproken? Ja. Oké, dus wij gaan stemmen op... Rahima Langeri. Ja. Wel, Rahima Langeri in de CD&V. En zij is zo goed... De zoveelste keer dat ik dat zeg. Het is zo goed. Dus stem gewoon maar op haar. Oké. En meer ga ik eigenlijk niet zeggen. Mevrouw de Bolle komt terug. Dag. Stem maar voor CD&V. Ja, stem maar voor CD&V. Met Rahima Langeri en veel meer mensen. Stem daar nu maar op CD&V. Stem maar voor C. Mevrouw de Bolle, mevrouw de Bolle. Wie gaat er hier naar mevrouw de Bolle? Niemand gaat hier mevrouw de Bolle zeggen. Mevrouw de Bolle. Wie ging er op Rahima Langeri stemmen? Ik. Nee, dat ga je niet doen. Jawel. Maar eigenlijk ging ik daar ook op stemmen. Ja. Ja, eigenlijk is wel goed. Ja. Ja, ik ga daar ook op stemmen. Ja. Op wie gaan jullie stemmen? Rahima Langeri! Yay! Dan gaan we nu snel naar het stembureau stemmen. Rahima Langeri! Yay! Stem maar voor CD&V. Ja, het is goed. Ja, hier ben ik mevrouw de Bolle weer, ja. Zijn die twee sneltaartjes weer geweest? Ja. Hebben die gezegd op wie ze gingen stemmen? Ja. Oh, dat mochten ze niet. Heeft de andere zelf verteld? Ja. Ja, zeg, als iedereen dat vertelt, ga ik het ook zeggen. Maar eigenlijk mag het niet hoor. Dat moet echt een geheim blijven. Maar toch ga ik het vertellen. Ik ga stemmen op Rahima Langeri. Ja. Op wie gaan jullie stemmen? Rahima Langeri. Als je al 18 bent. Ja. Doei. Het toneeltje of ons gesprekje is gedaan. Op wie ga je stemmen? Rahima Langeri. Echt ze? Ja. Beloofd? Ja. Oké, daar. Yay! Ja, ja. Stem zeker op Rahima Langeri. En ze zit in de CD&V. Stem maar voor CD&V. Met Rahima Langeri en veel meer mensen. Ja, dat is de beste. Woe!